Linde Merkpoel van Gilles De Koster en van Studio Brussel liep zondagochtend voor de eerste keer de marathon in Antwerpen. Linde liep de afgelopen jaren de Antwerp 10 miles, maar dit jaar schakelde zij een versnelling hoger. We spotten haar even tussen de duizenden lopers in Hoboken en wachten haar op aan de finish. Daar stond ook haar partner Gilles De Koster zijn Linde op te wachten. Linde had maar enkele minuten nodig om op haar positieve te komen. Wij wilden absoluut weten of zij zondagochtend in topvorm was. Ja, vandaag wel. Dat moet ik wel zeggen. Het was echt fantastisch. Ik heb er super hard van genoten. Ik had een hele tros super dedicated supporters die mij gedurende heel het parcours hebben gevolgd. Heel veel mensen die aan het supporteren waren, ook luisteraars van Studio Brussel die aan het supporteren waren. Dus het was echt zalig. Wat was nu jouw tijd? Als het juist is wat hierop staat, 3:41.35. 3:41.35. En wat had je gehoopt? 3:45. Dus sneller dan verwacht? Ja, absoluut. Volgend jaar opnieuw? Dat weet ik nog niet. Het vergt wel veel van uw tijd en uw privé. Maar ik heb er wel enorm van genoten. Dit gevoel is echt onbeschrijfelijk. Heb je een moeilijk moment gehad onderweg? Vanaf 25 volgt het ene moeilijke moment het andere op. Maar ik had twee keitoffe collega's die meegelopen hebben met mij. En die, er was een hele toffe pacer, Davy, shout-out naar Davy. Die keigoed bij mij in de buurt bleef en moed gaf. En op die manier is het wel keiplezant om te lopen. Linde, het is nog geen 1 uur. Je kan de laatste wave van de 10 miles nog halen. Bedankt. Volgend jaar misschien.